De jongeren die niet weg willen. Die willen niet meer overnemen van papa. Ik kreeg erg een dag onder de koe zitten. Ik is spieren met jij. En in iets moet je motiveren daar. En deel 5, je hebt geen vakantie. Je hebt vandaag geen vakantie. We moeten deze groep in de rust. Vandaar dat we de steun hebben genoemd van we gaan doen. Zou je even zijn? Ja. En ondersteunen. Maar het nog te snel zou kunnen zijn. Vanaf het begin waren we de dieren vandaag in de haas. De protocollen van Brazilië moesten nog in orde gemaakt worden. En dan komen daarbij heel wat zaken bij kijken. Quarantaineruimte bijvoorbeeld. Ik heb hier een paar keer behandeld. En dat moet helemaal met de dienst zijn. We hopen ergens midden komende maand, dat is dit hè. Voorbereiding wordt nu getroffen om gras te zaaien. De stal moet nog afgemaakt worden. Dan gaan zij in Brazilië komen inspecteren. Voordat de eerste beesten op de grond gaan. Maar aan de andere kant proberen wij dan die groep boeren ook dusdanig te motiveren van ons. We gaan selecteren. We beginnen met de boeren die voor de centrale leveren. Die zitten al in het systeem. En hun optimaal. En allerlei ondersteuningen te bieden. Met grasveldverbetering tot en eventueel uitbreiding van de stal. Aanpassingen die ze moeten leveren. Maar ze hoeven niet contant te betalen voor die beesten. Dan gaat een betalingsregeling getroffen worden. Een deel uit melkleverantie, een deel met kalfsvleesuitbreiding. Maar die groep is een bijzonder belangrijke groep. Omdat qua voedselzekerheid, en vooral oudjes en kinderen, en, die zitten daar afhankelijk van melk. En aanbod van melk in de wereld. Goed en het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker. Eerst van melk met de groep, de prijs stijgt enorm. En alleen maar de lokale productie stimuleren, gaan we dat kunnen aanpakken. Dus het heeft alle aandacht van ons. Met een praktisch zelf trek ik eraan. Ja. Elke dag weer bezig. Hoeveel koeien denkt u te gaan importeren? We hebben toen berekend, we zouden zitten op 1500 koeien. En willen we de. Tenminste, willen we zelf voorzien gevonden. Maar op eerste partij ben ik op 400. We hebben een boot gevonden die dat in 400 uur tegelijk kan brengen. De andere boten zijn vele malen groter, maar je moet hier kunnen handelen. Ja. Dus de eerste beesten die komen, die moet je qua capaciteit van je en de karavanenruimte dat ook aan kunnen. Als ze komen, moeten ze volop gras hebben. De voeding moet goed zijn, maar ook qua en de capaciteit eromheen om die beesten te kunnen volgen. En qua ziekte bijvoorbeeld, die ze eventueel zouden kunnen meenemen. Maar we hebben ook als eisen gesteld van de leverancier. De koeien moeten in Brazilië ook eerst in quarantaine. Een paar weken om weer te volgen. Dus je hebt heel wat veiligheden ingebouwd. Onderweg hier naartoe ga je zo, dan gaat de dierenarts aan boord zijn. Om ze kunnen blijven volgen. De risico is te groot om met zulke grote hoeveelheden koeien met zo'n ziekte te importeren. Dus wat dat betreft zijn we uiterst voorzichtig. En we zijn. Hierbij hebben we ook natuurlijk alle ondersteuning van de Brazilianen zelf. Al lang wordt er gepraat dat Suriname de voedselschuur zou moeten worden van het Caribisch gebied. Hoe ver zijn we van die stappen verwijderd? Natuurlijk is het nog wel streven om voedselschuur te worden. Ik zou heel erg blij zijn als we dat voor een belangrijk deel zouden kunnen worden. Maar de randvoorwaarden daar, die moeten opgeschakeld worden. Alleen door te stellen van hoe de voedselschuur worden, dan kom je niet. Wat heb je allemaal daarvoor nodig? Je hebt een goed beleid nodig. Welke gewassen ga je, of welke producten ga je vervaardigen? Waarin is er behoefte? Moet je het eerst verwerken? Moet je het vers exporteren? Wie zijn de producenten? Het land zelf. We hebben genoeg land. We proberen zelf als een entrepreneur, als een nieuwkomer, een stuk land te kopen. En het lukt, het gaat niet zo makkelijk. Als je een stuk land koopt, dan ben je haast je aan je kapitaal daar kwijt. Terwijl je het kapitaal nodig hebt om een bedrijf te runnen. Wat dat betreft moet er ook heel wat veranderen in het beleid zelf. En Brazilië natuurlijk, heel wat landen in de wereld hebben in de loop der tijden te maken gehad met dit soort zaken. Waarbij die kleinschaligheid
natuurlijk wilt aanpakken door iets grotere middelen te bedrijven die efficiënter kunnen produceren. Maar doet de gezinsbedrijven blijven, want die produceren het goedkoopst. Die wil je dan gaan creëren. Nederland heeft de historie daar in de jaren 60 van ruifkavelingen. Een aantal percelen werden opgekocht door de overheid. En die werden weer overnieuw ingedeeld. En afhankelijk van bodemtype, allerlei andere en de zaken die afgrond waarvan beoordeeld worden. Bepaal je dan ook, hier is het geschikt voor veeteelt, of akkerbouw, of wat dan ook. Hier moeten we dat ook gaan doen, maar dat is een gedurfde stap natuurlijk, want niemand wil zijn perceel kwijt. Je krijgt een perceel in de grondhuur van de overheid, om daarop te produceren. Maar we hebben hier de attitude, ik hoop wat ik bedoel, een lovely. Alsof het ons eigendom is geworden. We dat willen elk een van het jaar, we gaan hier huren. Maar we gaan er niet om als eigendom. Wat dat bedoelt is juist, is een landbouwgrond, tuinbouwgrond, om voedsel te produceren. Dus voor mindset moet het zaakje weer gaan veranderen. En wat er nu gebeurt, terreinen waren voor LVV beschikt. We geven niet de grondhuur uit, maar we geven het uit in gebruik. Helaas kun je daarmee niet aan de bank gaan om geld te lenen. Maar je hebt het in gebruik, je kunt het produceren, zolang je wilt. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden daar gekoppeld. Maar die terreinen moeten wij zien te conserveren en te reserveren. Voor ons nageslacht. Dat is straks heel Suriname verkaveld. En je hebt geen grond, geen vierkantemeter meer om te produceren. Dus het beleid, het denken, die mindshift moet er ook komen. Van hoe wij met die gronden moeten omgaan. En we hebben niet veel hoor. Het lijkt veel, maar we hebben niet veel aan gezichten landbouwgronden. Ja. Ja, minister, we hebben gisteren een situatie meegemaakt aan de brand die Makkaweg gelegd naar zee, waar we een dambreuk hebben gehad, op verschillende dambreuken. En de landbouwers daar leiden toch enorme schade. Wat zal er gedaan worden vanuit het ministerie? Want we hebben een paar van de landbouwers geïnterviewd en ze praten in termen van vergoeding vanuit de staat. Kijk, op de eerste plaats wat je moet doen. Je moet met die spreken over vergoeding. Je moet eerst kijken van wat er aan de hand is. Climate change, weet allemaal, dat maakt dat wij vandaag met dit soort gevallen te maken hebben. Het gaat blijven komen. Je gaat elk jaar weer situaties hebben. Je ziet op dezelfde plek, maar op andere plekken. Waar wij nu een antwoord moeten vinden hoe duurzaam om te gaan met deze gronden. Willen we deze gronden niet te gebruiken of niet te bestemmen voor de landbouw? Waarvoor dan wel? Er is een hele poging die ondernomen worden. Voor professor. Ja. Die onder die twee wat pogingen met de kwelders die hij daar aanlegt. Om de zee tegen te gaan. Maar naar mijn gevoel is het toch te kleinschalig. Hij moet meer support krijgen. Die systemen werken. Maar die grootschaligheid moet ik ook. Waarbij je ziet dat ook buitenlandse instanties behoorlijk meehelpen, maar niet goed genoeg. En wij natuurlijk, wij zijn slachtoffer van climate change. We zijn blij dat we 93% van onze bossen hebben behouden. Maar dat brengt Mouchy niet naar Parijs. Wat krijgen we daarvoor terug? En je ziet ook onze president op elke gelegenheid wat hij vindt. En tijdens die conferenties, die kan op 26 tot bij de laatste die er geweest is. Hij beleeft erop aandringen samen met andere ontwikkelingslanden. Van ons zeggen, we moeten nu een keertje wel vergoed worden voor datgene wat we opofferen. Want dit is natuurlijk het gevolg daarvan. Dus we moeten kijken, op terug te komen op de vraag van wat gaat er gebeuren. Vanmiddag komen de twee machines daaraan om alvast te kijken van dat is niet erger wordt, de situatie. Om dan met de boeren te zitten en de zaken en te inventariseren. Om dan de vervolgstaat te spreken. Maar uit de interviews, minister, proef je zo'n beetje dat in feite de landbouwers toch niet zo zeer op de hoogte zijn van de climate change waarover je het hebt. Weet je wat zij praten over, van ja, we verbouwen hier al tientallen jaren, maar ze staat nog te weinig stil bij die hele change die in de plaats. U heeft helemaal gelijk wat dat betreft. En iedereen denkt van, dat gaat mij niet terecht. Ja, precies. Ik zelf woon op Lelydorp, met een 2 meter boven zeespiegel. Ook daar loop ik onder water. Niet omdat de zee naar binnen drinkt, maar omdat er in een kort tijdsbestek te veel water naar beneden komt. Allemaal de gevolgen van climate change. De bewustwording is nog niet wat het wezen moet.
En daar hebben we een collectieve verantwoordelijkheid als overheid, maar ook de NGO's, de private sector, om daaraan te werken. Maar je ziet ook dat boeren ook kansen hebben. Van laten we proberen, ik heb altijd hier gepland, terecht. Die beddenstructuur, alles is er al, infra is er al, waarom zou ik het wel een keer proberen? Maar je moet toch wel weer heen kijken, stel ik voor, naar de technische, moet ik zeggen, toestand van zo'n dam, welke zo'n hele zee moet tegenhouden. Kort na mijn aantreden heb ik dat gebied gelopen. En de boeren wijzen van, daar heeft een dijk, dat is een opgeworpen, die heeft het begeven aan een tweede, een derde, een vierde. Dit geeft daar aan, dat is bepaald. De afgelopen 20, 25, 30 jaar, het is langer, dat wij continu de strijd aan het verliezen zijn tegen de zee. Uiteindelijk moet er iets gebeuren. Ga je denken, bijvoorbeeld als in corona bijvoorbeeld, dan moet er iets gemaakt worden. Is er geen geld? Waar gaan we geld zoeken? Weet je, maar in het kader van de voedselzekerheid, denk ik dat wij wel wat potten zouden kunnen vinden. Vooral waar het Caribisch gebied nu praat over het terugdringen van voedseltekort, tenminste de voedselimporten, met 25% tegen eind volgend jaar. Dan moeten wij nu als collectief met deeltaling van erbij op zoek gaan naar die potjes. Want je kunt daar iets vruchtbaar land. We hebben genoeg water, zoetwater, maar om voedsel te verwonen. Op die landen die, waar je een regiment hebt van voedsel. Die daarvan voorzien. Want een van die boeren zei gisteren heel mooi, minister, dat het kwelderproject niets anders is dan uitstel van executie. Waar hij even zegt van op den duur gaat er toch iets duurzaams daar geplaatst moeten worden. De zee gaat blijven stijgen. En weet, zulke processen die hou je niet tegen binnen een paar jaar. Dat gaat misschien nog 50, 100 jaar zo door voordat je iets gaat merken als wij ons houden aan. En de reductie van CO2-productie en andere zaken die afgesproken zijn, is een lang proces. Helemaal mee eens. Dus we moeten, wat ik eerder zei, als collectief de bewustwording vergroten, maar ook een antwoord vinden op de problemen zoals je dat aankaart. Ja. Ja, goedemorgen. Mijn naam is Gloria Botsen. Ik was ook gisteren bij Weg naar Zee en best wel verontrustend wat ik gezien heb, als niet als leker, zeg maar. En er is een zeil geplaatst door Onwil, maar die is ook al bijna weg. Echt, het water die stroomt echt helemaal weg. Is er een mogelijkheid, ik weet niet of die vraag al gesteld is hoor, ik ben wat laat binnengekomen, excuses. Maar is er een mogelijkheid om te bekijken van een dijk? Want ook die bamboe werkt niet, die worden ook weggeslagen. Ja, er moet, wat ik eerder zei, dus, er moet een duurzame oplossing komen. Er moet een keuze gaan maken als overheid. Het mag duur zijn, waar kies je voor? En ik denk dat nu, met dit zoveelste keer, dat sinds ik ben aangetreden, dat ik dit meemaak. En ik ga straks opwandelen in de FVM van de regering. Er moet iets aan gebeuren. Want dit die zeespiegelstijging, zei ik eerder ook al, die kun je niet 1, 2, 3 tegen. Er moet iets gebeuren. Nu is het weg naar zee, het kan weer een kolonie zijn, het kan Tomoëne zijn, noem maar op. Al die plekken waar we in nu wij staan in de top 5 qua meest bedreigde landen in de wereld zelfs. En als het dat is, en je gaat het in de wereld, dan moet je ook in een mondiaal gaan mobiliseren hoe dit tegen. Ja, die gaan het op buitenlandse experts consulteren. Helemaal.